Je ziet hier toch wel een koptelefoon in. Nou, echt. Misschien kan de cameraman oordelen als hij eventjes kijkt. En dan kan hij even omhoog om ja of nee. Cameraman lijkt dit op een koptelefoon. Nee, hij zegt ook nee. Kom on, nee, niemand heeft dit op in deze hele ruimte. Dit vindt dit een koptelefoon. Wat een onzin. Wat slecht gedaan. Nou zeg ik het maar. Slecht. Je moet het simpeler houden voor me. Hoe moet je het anders maken? Nou, gewoon een koptelefoon. Want dit is toch is een afdak. Welkom bij Sepp eSport. Ronald, we gaan Pictionary doen. Die beker kun je winnen. 5 beurten, dus 5 kansen. Bij elke kans die geraden wordt, gaat hij naar de sticker. Goed, 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 goed. En dan is hij voor jou. Maar dat betekent wel dat ik in ieder geval een 4 goed moet hebben. Het gaat wel spannend worden. De beurt mag niet langer dan 2 minuten duren. Dus ik kijk hierop. Jij bouwt iets. Nou, ik moet nu wel mijn best doen, want ik wil die trofeetje wel hebben. Jij moet alleen je best doen, maar ik ook. Dus ben je er een beetje klaar voor? Nou, ik wel hoor. Oké, dan heb ik hier de allereerste in mijn hand. De eerste. En de tijd gaat pas lopen op het moment dat jij iets gaat bouwen. Dus, oké, even kijken wat hier staat. Gaat dit lukken? We gaan er zo achter komen. Nou, gewoon een jasje. Dus ik leg hem hier eventjes neer. Ja. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik heb er klaar. Oké, dan gaan we dan. We gaan beginnen. De tijd loopt. En je mag een ja nee zeggen. Dus is het iets om in te wonen? Nee. Is het in de keuken? Is het een gebruiksonderwerp? Je kunt het gebruiken. Is het om te zitten? Ik raad het op. Is het om te eten? Nee. Is het om te sporten? Nee. Ik denk als ik hier ga staan, dan zie je het. Soort van. Ik zie echt niet. Is het een afdak? Ja, het is geen afdak. Nee, misschien dat ik nog wat extra wat dingen erbij moet toevoegen. Ja. Doe hem wel eventjes zo. Is het groot? Is het hoog? Het is klein. Het is klein. Heel klein is het. Is het een auto? Het is geen auto. Het is geen auto. Kijk, om zo maar te zeggen, als ik dit er denk ik bij ga toevoegen, dan zul je wat meer... Gaat dat dan gelijk gedaan? Dan zul je er wat meer snappen, oké? Okay? Ik snap het niet. Niet oordelen over wat ik doe. Stoel? Is dat een stoel? Ook niet een stoel? Is het een raam? Nee, het is geen raam. Het is heel klein, zei je net tegen mij. Het is een schoen. Het is geen schoen. Wat is het? Maar wat moet ik dan raden? Het blauwe ding? Dat daarnaast. Een muzieknoot. Ja? En wat zit daarnaast? Een bladmuziek. Muzieknoot. Je ziet dat het daar toch is? Je hebt een microfoontje erbij. Is het een radio? Nee. Een karaoke set? Nee. Een televisie? Oké, wacht. Ik ga even zo staan. Ik kan op mijn hoofd. Hè? Ik kan op je hoofd? Ja. Tijd stop. Wil je weten wat het was? Het was een koptelefoon. Ja. Zie je het? Nee, dat zie ik nog steeds. Een koptelefoon? Je ziet toch wel dat het een koptelefoon is? Dit heb je dan om je hoofd heen. En dit is even tot de microfoon die voor je komt. Als we hier 4 uur voor hadden gehad, had ik het nog niet geraden. Koptelefoon? Het is een koptelefoon. Oké, nou, dan ga... Nu moet het allemaal goed zijn. Ja, oké, ik heb de volgende. Ik hoop dat dit een stuk makkelijker is. Ik hoop het ook heel erg. Niet spieken, jij. Oké, de volgende is... Een hond. Ja, dat was hem. Oh, nee, dat is de eerste. Schuif hem naar voren. Hapla, die heb je binnen hoor. Nog 3 te gaan. Maar als het allemaal zo is, is prima. Ja, dit raad je wel, maar eigenlijk is dit iedereen thuis denkt nu ook die koptelefoon, dat was dat. Nee man. Ik zeg het zeker. Nee man. Nog drie te gaan. Oké, nog 3 te gaan. We zullen het zien. Oké, laten we zien wat we nu weer krijgen. Ben je er klaar voor? Prima, ja. Deze gaat me denk ik wel lukken. Ja, dat is over die koptelefoon ook. Ik hoop het de hele tijd. Oké, ik pak even deze erbij. Oké, 3, 2, 1, daar gaan we. Oh, ik weet echt niet hoe ik dit ga doen. Oh, is het groot, klein weer? Het is alle grootes. Heel groot is dat. Nee, alle grootes dieren. Je moet dit even bedenken. Een dier? Is het een dier? Het is geen dier. Oh jongens, wat is dit dan weer? Hier kun je... Het is een gezicht. Het is geen gezicht. Het zijn ogen, zie ik, dacht ik. Even kijken. Ik doe dit even. Is het een beker? Het is een beker. Oh, pak! Goed, hè? Breng hem maar naar voren. Ja, hoppakee. Hij komt steeds dichterbij, jongens. Ja, nog twee te gaan. Oké, ik ben erachter gekomen. Ik moet het super simpel voor je houden. Nou, graag. Die koptelefoon was misschien iets gedetailleerd, oké? Ja, iets gedetailleerd. Oké, wat gaan we hier nu weer krijgen? Waarom zie je nou dat het een beker was? Omdat hij glinste. Omdat het, ja, het had iets, ja, het is goed. Dit was goed gewoon. Okay. Goed gedaan. Dit is de volgende die ik moet maken. Mijn hond ook. Dat is goed. Oké, ik pak hier even een aantal kleurtjes bij, oké? Oh, kleurtjes. Hou je van kleurtjes? Wat is je favoriete kleur? De ijsblauw. Ijsblauw? Is dat ijsblauw? Ik denk dat het ijsblauw is. Ja. Ik pak even Heeft het voorwerp ook ijsblauw in zich? Het kan. Een trui.
Want we houden het nu gewoon eventjes lekker simpel, oké? Lekker simpel. Het is weer met goud en ik hoorde dat jij daar heel goed in bent. Ik ben goed in goud. Is het weer een prijs? Soms kan het als een prijs zien. Is het een diamant of is het een kroon? Kroon. Ja, maar natuurlijk. Ja, dat is toch een kroon? Wie dat niet ziet dat er geen kroon is, is gek. Het ziet er niet uit als een kroon, maar ik ben er gewoon achter gekomen hoe makkelijk ik het maak. Hoe komt ie? Nog één te gaan. Dan heb ik gewonnen als hij hier staat. Dan heb jij, dat is niet voor jou. Dit gaat een lastig worden. Ja, kom maar. Ja. Dat is het. Ik weet niet hoe ik dit moet maken. Maar dit kan je toch wel maken? Tuurlijk kan je, jij kan alles. Dus dit gaat wel een lastig voor me worden. Ja, dus ik pak maar even... kijk, je krijgt hem ook niet voor niks, hè? Nee. Het is een beker. Nee, ja, ja. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hij staat al. Oké, zo. Verstel ondertussen maar wat vragen. Is het een gebruiksvoorwerp? Nee. Oké. Okay. Zet je het in je huis neer? Nee. Is het eten? Ja. Het is het eten. Is het een pannenkoek? Ja. Pannenkoek? Het is een pannenkoek. Hij is voor jou! Hey! Pannenkoek! Ja! Nou, weet je hoe dat komt? Zal ik heel eerlijk zeggen? Nou? Ik heb gisteravond pannenkoeken gegeten. Als avondeten? Ja, als avondeten. Daar ben ik niet echt over te spelen. Dus het ging nou, maar wees blij. Maar ik heb het wel goed gedaan. Had ik dat niet gehad en gezien? Ja, want ik heb gisteren de Chinese gegeten. Is het Babi Pangang? Had ik dan gezegd. Maar dit keer een pannenkoek. Ik ben wel blij dat ik heb gewonnen. Hij is voor jou. Hij is voor mij. Wil je nog mensen bedanken thuis? Ja, ik wil mijn ouders bedanken. Ik wil mijn kijkers bedanken. Ik wil natuurlijk Ron bedanken. Ja, dat dacht ik ook. Buiten het feit omdat hij niet wist dat een koptelefoon was. Ja, was hij toch, kwam ik er toch wel achter dat ik het voor hem simpel maar daarentegen, houden. Hè? Misschien komt door het leeftijd. Deze ster. Precies een pannenkoek. Dus... vond je dit nou een leuke video? Nog een duimpje. Hè? En als je ook een slechte koptelefoon hebt, zeg dat maar even tegen hem. Ja. Een slechte koptelefoon. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. En het belletje. Het belletje. Zeker doen. En dan... Het belletje vergeten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer maar weer. Doei doei. Dankjewel. Fantastische prijs.